De brandweer is al enige tijd in conflict met werkgever Vereniging Nederlandse Gemeenten, oftewel de VNG, over arbeidsvoorwaarden en een pensioenleeftijd die past bij de zwaarte van het beroep. Tijdens de rondvraag voor raadsleden stelde SP-raadslid Gideon Noordzij vragen aan wethouder Gerry Elfrink over deze punten. Verslaggever Pieter Pluijgers sprak met Gideon Noordzij. Vanavond sprak u namens de SP voor de raad over het belang van een goede regeling voor brandweerlieden, de brandweer in Arnhem. Ja, we hebben het hier over een functioneel leeftijdsontslag, een FLO. Acties van de brandweer die zijn landelijk gaande. En wij vinden als SP Arnhem dat er gewoon een goed functioneel leeftijdsontslag komt voor mensen, waaronder de brandweer, in repressieve functies. Het belangrijkste waar het over gaat is ook een toezegging geweest door in dit geval wethouder Elfrink. Die heeft gezegd, wij gaan er alles aan doen, hè, dat was ook onze vraag, om er bij de VNG, de brandweerkamer van de VNG, maximale druk op te zetten. Om ervoor te zorgen dat er een goed functioneel leeftijdsontslag komt voor ook onze brandweermensen in Arnhem. Die 24 uur per dag voor ons klaarstaan. Hè, ze staan onder zware, zowel fysiek als mentaal zware druk. En ja, je zult misschien begrijpen dat op een bepaalde leeftijd komt dat je bepaalde dingen niet even zo goed meer aan kan.